bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een super leuke video, want ik ga weer allemaal TikTok hacks uitproberen. Ik heb er een aantal die ik allemaal ga uitproberen in deze video. Ik heb laatst ook de foundation TikTok hack getest in een video en jullie vonden dat zo leuk. Jullie vroegen me allemaal, maak nog meer TikTok video's. Dus ik ben vandaag gewoon terug met een aantal. Ik dacht, ik prop er gewoon een aantal in één video en we gaan gewoon eventjes met z'n allen bekijken of deze hacks, deze video's echt gaan werken. 9 van de 10 werken nooit, dus ik ben echt heel erg benieuwd welke gaan werken en welke niet. Maar ik ben er best wel enthousiast over. Vaak als zo'n hack werkt, dan is dat altijd best wel fijn. Eventjes snel ook over mijn TikTok-account. Ik heb er wel eentje. Er staan ook een aantal video's op, alleen ik plaats niet echt meer. Toen met de eerste lockdown vond ik het heel leuk om die video's te maken, maar daarna ben ik gestopt en ik heb al een jaar of zo niks meer geplaatst. TikTok is gewoon too much effort voor mij. Ik moet al YouTube doen, Instagram, dat is echt genoeg voor mij. Ik kan er echt geen social media app meer bij hebben. Dus ik plaats niks meer, maar ik gebruik gewoon mijn account gewoon om andere video's te bekijken, want dat vind ik wel heel erg leuk. Oké, nou laten we de intro niet te lang maken. Laten we gewoon snel beginnen. Als je het nu al leuk vindt en dit soort video's leuk vindt, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met al deze TikTok hacks. Oké, ik heb alle video's opgeslagen op mijn telefoon. Ik ga ze heel de tijd jullie laten zien en dan ga ik ze proberen na te doen. Oké, ik ga beginnen met de eerste hack. En dat is een hack voor je gezicht. Dit is een van de meest populaire video's van alle video's die we vandaag gaan nadoen. En deze video heb ik echt al gezien bij een heleboel mensen. En het ziet er allemaal prachtig uit, maar ik weet niet of het ook mooi gaat zijn op mijn gezicht. Kijk even deze video. Dus, ze brengt gewoon letterlijk lipstick aan, rode lipstick over haar hele gezicht. Het gaat zo niet mooi zijn op mijn huidskleur, maar ik ga het gewoon proberen. Misschien is het wel hartstikke mooi, weet ik veel. Laat me niet van tevoren te veel vooroordelen hebben. Ik ga wel heel even mijn gezicht eerst eventjes snel primen met deze MAC Strobe Cream om een mooie glans te geven aan mijn gezicht. En dan ga ik in met de lipstick. Oh my god. MAC Strobe Cream geeft altijd zo'n mooie glow aan je hele gezicht. Oké, dit gaat er ook voor zorgen dat alles wat beter uitblendt. Want ik heb een vrij stroeve, droge huid. Dus hierdoor wordt het allemaal iets meer glad. Oké, de lipstick die ik ga gebruiken is deze van Milani. Dit is by the way echt een prachtige rode lipstick in de kleur 68. Kijk, dit is een prachtige rode lipstick. Of is dit een cream of is die mat? Deze is mat. Ik ga hem niet gebruiken. Waarom zijn al mijn lipsticks mat? Oké, echt letterlijk al mijn rode lipsticks zijn mat. Maar ik heb er hier eentje gevonden van Givenchy, hoe je het ook uitspreekt. In de kleur 13. En die lijkt niet echt mat te zijn. Die is gewoon rood creamy volgens mij. Dus ik ga deze gebruiken. Ik ga een hele dure lipstick gebruiken voor een domme S-hack. Oké, ik vind het echt zo raar om te doen. Maar goed, even kijken. Ik ga gewoon hier een beetje aanbrengen. Dit moet je dan een hele mooie rode blushy glow geven. Dat is de bedoeling van heel deze hack. En hier doet ze één zo'n streep. En ze doet ook een streep zo op haar neus. Oh my god! Oké, en dan blendt ze het gewoon zo helemaal uit met een kwast. Dat ga ik ook gewoon doen. Ik behandel het gewoon alsof ik nou een cream blush uitblend of zo. Dit is echt zo ontzettend rood. Oh my god. Wat ben ik aan het doen, jongens? Echt. Oké, het ziet er gewoon uit alsof ik helemaal ben verbrand gewoon. Wow, yo. Als dit mooi gaat zijn, dan spring ik echt hier uit het raam. Oké, nou, ik denk dat ik het hierbij laat. Hierna gaat ze in met concealer en cream contour en daar overheen pas foundation. Dus ze brengt haar concealer en cream contour onder haar foundation aan. Ik doe het normaal andersom, maar ik ga gewoon precies deze video volgen. Want ik wil het gewoon precies nadoen voordat ik het helemaal best. Als cream contour gebruik ik deze Fenty Beauty Stick in de kleur Truffle. Ze brengt niet heel veel contour aan, dus dat ga ik ook niet doen. Anders wordt alles gewoon bruin in plaats rood. En dan de cream contour uitblenden. Je kunt hem bijna niet eens meer zien in al die rode lipstick. Oh my god. Ik kan dus straks weer al mijn kwasten gaan wassen, want al mijn kwasten zijn zometeen weer helemaal rood. Wat ben ik aan het doen, joh. Er zat zwart op deze kwast. Nee, ik gebruik die altijd zo voor mijn haarlijn om die zo zwart te maken. Dus er zat daar gewoon zwarte oogschaduw. What a mess.
Als concealer gebruik ik deze concealer van Milani. Dit is een hele mooie glanzende concealer in de kleur 130 Light Beige. Ik ga ook de concealer precies aanbrengen als hoe zij het heeft gedaan. Zij heeft zo een beetje hier aangebracht. En een beetje zo hier. Op de kin en op de neus. En ik breng ook altijd nog een klein beetje hier aan. Ik voel me echt letterlijk net een clown gewoon. Oké, en dan ga ik in met foundation. Ik gebruik deze Wet n Wild Dewy Foundation in de kleur Desert Beige. Deze foundation heeft een medium dekking. Dus je gaat alle make-up die eronder zit gewoon er nog doorheen ziet. En ook deze heeft een hele mooie glans. Dus deze lijkt mij ideaal voor deze look. Ik denk eerlijk gezegd dat dit gewoon alles wel gaat bedekken. En het er dan gewoon allemaal goed uitziet. Oké, nou ik moet zeggen dat mijn gezicht er gewoon helemaal prima uitziet. Omdat je alles onder de foundation hebt aangebracht, blendt het ook allemaal heel mooi in met elkaar. En dat vind ik mooi. Ik zie nog een heel klein beetje die rode gloed. Maar niet meer echt heel veel eerlijk gezegd. Ik vind het bij haar dat je het nog iets meer ziet. Terwijl ik best wel gewoon veel had aangebracht. Dus ja, ik weet niet. Ik denk dat je echt gewoon beter gewoon een donkere rode roze cream blush kunt aanbrengen erop. Dan heel dit eerlijk gezegd. Want ja... Het is nou gewoon alsof het gewoon weg is. Ik zie het nog vooral zo hier. Hier is het nog wel echt rood. Bij mijn wangen is het wel best wel veel weg. Maar ook hier kun je nog wel een heel klein beetje zien. Tenminste, ik zie nog wel een beetje de contour en zo. Maar voor de rest, ja, ik vind mijn gezicht er wel mooi uitzien. Maar ik zie niet per se helemaal die rode glow. Zou ik dit weer doen? Nee. Wat je wel kunt doen is met een rode lipstick of een roze lipstick gewoon aanbrengen erop. En dat dan uitblenden als cream blush. Dat doen mensen echt al jaren. En nou heb je gewoon basically dat gedaan. Maar dan eronder, waardoor het wat minder opvalt. Het heeft wel een heel mooi natuurlijk effect. Ik vind het op zich wel gewoon mooi-ish. Het ziet er in ieder geval een stuk beter uit dan dat ik had verwacht. Ik had echt verwacht dat heel mijn gezicht helemaal zo rood zou worden. Net zo een tomaat. Ik ga heel even alles afpoederen met mijn Elf Halo Glow poeder. Oké, ik ga die Givenchy lipstick nog een klein beetje aanbrengen op mijn wangen om het te gebruiken als cream blush. Maar echt maar een heel klein beetje. Niet zoveel als in die hack. Maar zo wordt het toch nog gewoon een klein beetje rozig rood. Dit is echt een hele handige truc als je geen blush bij hebt, maar wel lipstick. Gebruik gewoon je lipstick als cream blush. Dit doen mensen echt al jaren, dus dit is altijd heel erg mooi. Kijk, het wordt helemaal zo mooi roze. Als je gewoon niet te veel aanbrengt en hij is echt fel rood, als je dan gewoon een klein beetje aanbrengt, dan verandert de rode kleur een beetje in zo'n roze kleur. Heel erg mooi. Dit vind ik echt heel erg mooi. Ik breng het ook een beetje hier aan om zo die gloed een beetje overal te krijgen. Ik denk dat dit een beetje de bedoeling was van de hack. Maar ja, als je het eronder doet, dan wordt het dus echt gewoon een stukje minder. Oké, dat was dan hack nummer 1. We gaan verder met de tweede hack. En dat is voor neuscontour. En deze hack is van onze eigen Nikki Tutorials. Alright, so you want to contour your nose without any fillers? Let's go. First, you're gonna need your bronzer. Take the bronzer on a brush and literally what you start doing is bronze your entire nose from tip all the way to the bridge. It's gonna look like a mess right now, but trust me, we will pull through. Okay, now here's the trick. You take your face powder and a dry beauty blender and you're gonna snatch the sides. The more you bring this in, the smaller your nose is gonna look. So we're gonna make this as big as you like. Like literally, look how small that looks already. Don't forget the bridge. You wanna make that nice and light as well. Boo! Take a big faith breath. Oh my God, English, what even is it? And start buffing all of this out until it's soft. Some highlighter to just the tip and the bridge, and you're done. Oké, jullie weten dat ik echt hou van een sterke neuscontour. Ik contour ook altijd best wel heftig, maar dit... Het lijkt een hele makkelijke en snelle manier. Laten we het gewoon proberen. Een bronzer die heel vaak wordt gebruikt om je neus te contouren is de Hoola Bronzer. De Benefit Hoola Bronzer. Deze is echt ideaal daarvoor, dus laten we die gewoon gebruiken. En dan moet ik dus die bronzer helemaal aanbrengen over mijn hele neus. Oké, ik ga het gewoon zo aanbrengen. Letterlijk over mijn hele neus. Oh mijn god, dit ziet er echt niet uit. Maar goed, whatever. Ik doe gewoon wat zij zegt.
Oké, nou lijkt mijn neus echt super breed. Oké, de poeder die ik gebruik is deze van Makeup Studio. Deze is in de kleur Yellow Beige. En dit is een hele fijne, lichte kleur. Die gebruik ik heel vaak om het zo hieronder te verlichten. Dus die ga ik nou gebruiken voor mijn neuscontour en deze kleine blender. Je moet dus een droge spons gebruiken, dus dat doe ik. En dan brengt ze het gewoon zo aan naast de neus. Zeg maar zo op de neus bij de zijkanten. Nou jongens, als dit gaat werken, dan ga ik dit echt gewoon voor haar altijd doen. En ze brengt ook een heel klein beetje aan op het midden van de neus. Dus dat doe ik ook. Zo, en that's it. Ik moet wel zeggen dat hij nou inderdaad iets smaller oogt. En dan haalt ze de poeder er gewoon van af. Dus dat doe ik ook. Heeft het nut, jongens? Wat vinden we ervan? Zien jullie echt heel veel verschil? Ik zie het wel een beetje hoor. Ik zie het wel een beetje. Maar mijn neuscontour, hoe ik het normaal doe, is iets beter. Maar op zich, ik zie het wel een beetje. En dan moeten we ook nog highlighter aanbrengen op de neus. Dus dat doe ik. Ik gebruik deze Milani Baked Highlighter. Die ik echt voor alles gebruik. Oké, jongens, ik denk dat ik het wel zie. Volgens mij zie ik het. Oké, dit had echt nut. Laat me eventjes weten beneden in de reacties of ik nou space of dat ik het echt goed zie. Volgens mij is mijn neus echt wel gewoon iets smaller. Let me know of jij dat ook vindt of dat je iets hebt van... Nee, Sarah, je neus ziet er niet uit. Ik vind het er best wel goed uitzien. Ik heb een beetje iets te veel glow aangebracht, like always. Story of my life. Dit vond ik best wel fijn. I like it. Even een beetje Maximal Fixing Spray over mijn gezicht. En dan gaan we verder met de volgende video en dat gaat over de ogen. Dit is dus kennelijk een hele makkelijke manier om een cut crease te maken. Ik weet niet helemaal wat ik van die cut crease vorm vind. Maar toch, ik ben altijd best wel gewoon goed in een cut crease. Een cut crease maken is echt geen enkel probleem voor mij. Maar ik snap dat vooral voor beginners of als je het gewoon niet vaak doet, het best wel een beetje tricky kan zijn. Omdat je niet helemaal precies weet hoe hoog je de cut crease moet doen. Hoe je hem moet maken, de shape. Dus het is altijd best wel ingewikkeld. Ik heb er ook best wel lang over gedaan voordat ik het begreep. Het is ook voor elke oogvorm een beetje anders en zo. Dus het verschilt ook per persoon en dat maakt het ook weer iets lastiger om de perfecte cut crease te maken op jouw oogvorm. Maar dus een wimperkrullen zou moeten helpen. Mijne is wel helemaal vies, dus don't judge. Laten we inzoomen op het gezicht, want dan kunnen we alles wat beter zien. Mensen, ik ben echt best wel een beetje obsessed met mijn gezichtsmake-up. Het is zo mooi glanzend dewy. I love it, echt super cute. En de neuscontour vind ik ook best wel mooi. Ik denk dat ik dit vaker ga doen, het heeft wel iets. Maar goed, we gaan verder. De cut crease maken met wimperkrullen. Mensen, mijn wimperkrullen is echt helemaal vies, so don't judge. Ik weet niet eens waar ik deze vandaan heb. Waar heb ik deze vandaan? Oh, dit is een wimperkrullen van Be Creative Makeup. En wat zij dus doet, is dat ze hem gewoon zo plaatst. En dan daar overheen gaan met oogschaduw. Oké. Ik ga een groene cut crease maken. Ik gebruik dit Cannabis paletje van Revolution. Die heeft echt prachtige groene kleurtjes. Als dit kleuren zijn die jou aanspreken, haal dit paletje. Ik had er ook een hele video gemaakt over heel deze collectie. Dit is echt een van mijn fijnste paletjes. En ik ga gewoon dit gebruiken om een cut crease te maken. Even kijken voor welke kleur ik wil gaan. Ik ga gewoon in met deze heftige groene matte kleur. Die heet Lief. En ik gebruik een platte fluffy kwast van Zoeva nummer 227. Pak ik gewoon een beetje van die oogschaduw. En dan ga ik de cut crease maken. Oké, maar hij is best wel klein. Ik weet niet hoor. Nou heb ik dus geen idee hoe hoog ik hem moet plaatsen of whatever. Ik denk dat ik het gewoon zeg maar echt zo op mijn oogbal erin doe. Erop doe. Wat is dit? Nee. Het is echt veel te rond zeg maar. Ik weet niet of het handig is. Wie vindt dit mooi? Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik ga even iets meer die groene kleur uitblenden. Nee mensen, ik weet niet of ik deze shape mooi vind. Ik ga het ook gewoon even doen met het andere oog. Even kijken hoe ik hem weer moet plaatsen. Ik denk gewoon zo. Het creëert wel een cut crease. Alleen ja, deze shape is toch helemaal niet mooi. Wat is dit? Ik denk niet echt dat dit een succes is. Oh my god. Ik ga er gewoon wel even iets van proberen te maken gewoon. Dit is dan basically wat je hebt. Ik lijk een beetje op de McDonald's of zo. Het is zo rond. Het lijkt een beetje op clown make-up of zo. Nee, ik vind de shape niet mooi. Voor mij is dit niet echt een succes. Ik ga er wel even een mooie cut crease look van maken zoals ik het gewoon normaal zou doen.
Daar ben ik weer. Ik heb dus deze hele ooglook gecreëerd en helemaal zo'n groene ooglook. Dit is dus een cut crease vorm die je zou willen. Maar ja, dat is echt niet te krijgen met een wimperkrul. Dus ja, dat vind ik niet echt iets. Dat is niet echt mijn ding. Het volgende is mascara. This video is for people with brown eyes that wear makeup. If that didn't apply to you, keep scrolling. I think I just found out the best hack to make our eyes pop. Because you know, blue eyes, they pop. Green eyes, they pop. Brown eyes, not so much. Anyway, green mascara. You might think I'm crazy, but just look at this. I mean, come on. Groene mascara. Ik weet dat groen mij altijd best wel goed staat. Groene oogschaduw, groene make-up staat altijd heel mooi met mijn kleuren ogen en mijn huidskleur en alles. Laatst heb ik ook de Mint collectie van Elf gereviewd en toen zei ook echt iedereen dat groen mij heel goed staat. Groen staat inderdaad heel erg mooi als je bruine ogen hebt. Echter, wat ik nog nooit heb gedaan is groene mascara. Ik ga altijd voor zwarte mascara. De enige andere kleur die ik ooit heb gebruikt is blauw, want dat vond ik mooi voor de onderste wimpers als ik daar een blauwe oogschaduw had gedaan. Maar voor de rest heb ik nog nooit iets anders geprobeerd. Dus ik ga een groene mascara proberen. Ik moet wel zeggen dat haar kleur ogen niet mijn kleur ogen is. Zij heeft inderdaad een beetje bruine ogen. Maar als zij in de zon kijkt, wordt een beetje zo hazel, licht bruin groenish. Terwijl mijn ogen zijn echt zwart bijna. Ze zijn echt bruin. Ook al schijnt de zon fel recht in mijn ogen blijven bruin. Ik heb echt een van de donkerste kleuren bruine ogen ever. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat zijn met mijn ogen. Ook heb ik bijna geen wimpers. Dus ik ga wel de mascara aanbrengen, maar je gaat het denk ik niet heel goed zien. Dus ik zat er ook over na te denken om de groene mascara op nep wimpers te gaan aanbrengen. Maar dat ga ik allemaal zo meteen wel bekijken. Laten we gewoon eerst beginnen op mijn crappy wimpers. Ik heb speciaal voor deze video een groene mascara gekocht. Dit is van Pupa Vamp of zoiets. Dit is een onbekend merk voor mij. Het is een nieuw merk te koop bij Douglas en die hadden een groene mascara die relatief betaalbaar was, want de rest was allemaal heel erg duur. Dus ja, ik ga deze proberen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Het is ook echt een hele prachtige kleur. Het is echt zo'n beetje een donkere groene kleur mascara. Het lijkt heel veel op mijn achtergrondkleur. Dus deze ga ik gewoon proberen. Ik ben zo benieuwd. Ik heb ook nou helemaal zo'n groene ooglook gemaakt. Dat heb ik allemaal gedaan omdat ik wist dat ik deze mascara ging aanbrengen. Oké, let's do this. Ik vind hem er ook wel heel mooi uitzien. Ik denk dat deze mascara best wel goed gaat zijn. Oké, even los van de kleur. Deze mascara is echt fijn. Hij is er ook gewoon in het zwart als je nog op zoek bent naar iets goeds. Deze is echt super fijn. Zoals ik al net zei, ik heb echt bijna geen wimpers. Ik heb het dus aangebracht op alle wimpers ook onder. Onder zie je heel goed dat hij groen is, maar hier is het bijna alsof het een beetje zwart is. Ik weet niet per se of dit echt mijn bruine ogen er echt helemaal uit laat springen. Laat mij eventjes beneden in de reacties weten wat jij ervan vindt. Maar op zich, ik vind het best wel gewoon mooi. Het staat ook mooi met de look. Maar ik denk toch dat ik ga doen wat ik net zei. En dat ik nep wimpers groen ga maken. Ik heb hier wat random wimpers van AliExpress. En ik ga ze gewoon groen maken met deze mascara. Oké, mensen. Wat ik doe is dat ik letterlijk gewoon deze mascara over deze nep wimpers zo aanbreng. En het gewoon zo groen maak. Kijk, zo worden ze gewoon zo helemaal groen. Ik ben zo benieuwd of het gaat werken. Oh my god. Oké, en dan pak ik ook nog een beetje van deze groene poeder. En die ga ik er nog zo op aanbrengen om het zeg maar te zetten. Nou mensen, ze zijn helemaal groen. Is dit toewijding of is dit toewijding, jongens? Oh my god. Oké, ik ga ze opdoen. Mensen, I love it. Oh my god. Als je bruine ogen hebt, ga dit ook eventjes doen. Echt, ik heb echt het gevoel dat het mijn ogen echt laat spreken. Als je geen bruine ogen hebt, dan ken je de struggle echt niet. Als je blauwe of groene ogen hebt, of in ieder geval een lichte kleur, dan is het zo makkelijk om ze te laten spreken. Ik doe ook heel vaak kleurenlenzen in. En dan is het ook echt altijd super makkelijk voor mij. Het maakt niet uit welke kleur ik aanbreng. Mijn ogen springen er gewoon helemaal uit. En dat is met bruin gewoon echt heel moeilijk om te doen. Maar ik denk dat dit het is. Ik denk dat het niet beter wordt dan dit. Ik denk echt dat het groene heeft gewerkt. Ik vind het mij heel mooi staan. Ik vind het echt heel mooi met bruine ogen. Ik geef deze hack echt gewoon 10 punten. I love it. Het heeft echt nut. Echt fantastisch. Oké, voordat ik verder ga met de volgende hack, ga ik heel even snel een beetje een glow aanbrengen. Ik gebruik deze van Makeup Studio in de kleur Mystic Desert. Dit is echt een prachtige gouden highlighter. I love it. Mensen, ik ben echt zo obsessed met deze groene wimpers. Ik vind het zo ontzettend mooi. En omdat het ook een beetje een donkere kleur is, een beetje een donkere groen, oogt het niet gelijk als echt heel fel groen. Het lijkt een beetje zwartgroen of zo. En dat maakt het ook weer niet te heftig. Ik denk dat als je met een hele lichte groene kleur in zou gaan, het misschien iets te heftig zou zijn. Maar zo'n donkere groene kleur, ik vind het echt fantastisch.
Oké, de volgende hack is voor de lippen, om je lippen wat voller te laten lijken. Ik weet niet hoe ik deze hack ga laten werken, maar in de video ziet het er echt top uit. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? How would they know? How would they know? I can't. Oh my god. Zagen jullie dit, jongens? Zagen jullie wat ik zag? Het is echt amazing hoe zij van echt bijna geen lippen naar super super volle lippen gaat. Ik had ook gezien in de reacties dat mensen allemaal vroegen om een foto van de zijkant en zo. En het zag er gewoon echt helemaal goed uit. Dus ik ga het ook gewoon proberen. Ik weet niet hoe ik het ga doen. But we will see. Ze gebruikte een donkerbruin lippot loodje en een beetje een bruinige roze nude kleur in het midden. Dus ik ga in met mijn Morphe Sweet Tea lip pencil. En dan ga ik mijn lippen inkleuren met deze Huda Beauty Matte Liquid Lipstick in de kleur Venus. Ik weet niet hoe dit gaat werken, maar laten we het gewoon proberen. Ik overlijn mijn lippen altijd wel een heel klein beetje. Ik heb al best wel vrij volle lippen, dus daar ben ik echt heel happy mee. Maar ik overlijn toch altijd wel een klein beetje om het iets extra te maken, vooral hier zo. Maar het is wel echt heel minimaal. Ik ga echt niet helemaal overdreven over mijn lippen heen. Maar dat doet zij wel, dus dat ga ik ook gewoon even doen. Oké, dit is dan de before. Laten we even goed de before bekijken. Oké, oh my god, this is gonna be a mess, echt. Ze gaat echt gewoon letterlijk een halve meter over de liplijn heen. Oké, ik ga het ook gewoon doen. Oh my god, het is nu al een bende. Dit voelt zo raar. Oké, whatever. Ik ga gewoon verder. Ja, ik ben nou al echt heftig over mijn liprand heen gegaan. Mijn liprand is hier. Kijk, echt hier. Dus heel dit stuk is gewoon te veel. Oké, en dan ga ik het invullen met deze matte liquid lipstick. Dit is echt precies de kleur die zij ook gebruikt. Oké, en dan als laatste vult ze het weer een beetje in met het lippotloodje. Oké, dit is het dan. Het ziet er niet zo slecht uit als dat ik had verwacht. Maar ik zie hier gewoon echt mijn liprand. Die is zo lichter en dat is bij haar niet. Waarom heb ik dat? Ik weet niet. Ik moet wel zeggen dat het er echt beter uitziet dan dat ik had gedacht. Maar het is wel echt way too much. Kijk ook dit hier. Oh my god. Ik ga even die rand iets strakker maken. Ik pak heel even wat translucent poeder en dan ga ik mijn lippen iets matter maken. En dan hoop ik dat die glans over mijn liprand weggaat. Want als die weggaat, dan lijkt alles echt veel echter. Oké, volgens mij had dat wel nut. Nu valt het iets minder op. Oké, mensen, dit is het dan van Close Up. Wat vinden we ervan? Oh my god, it's a lot. Het is echt, echt heel veel. Maar ik vind het op zich niet eens zo echt heel slecht. Hier is de before en de after. Kijk eventjes wat voor een verschil. Het lijkt gewoon letterlijk alsof ik mijn lippen heb gedaan of zo. Ik vind het leuk. Oh my god, nou wil ik mijn lippen doen. Nee, grapje. Dat ga ik nooit doen. Ja, je kunt wel zien dat ik echt heb overlijnd. Oké, laten we niet nou mezelf en jullie voor de gek houden. Maar ik vind het op zich niet eens zo heel slecht eruit zien. Misschien als ik er met een gloss overheen ga, dat het nog minder opvalt. Ik ga er eventjes overheen met deze Revolution Hydra Balm Gloss in de kleur Dripping. Even zien hoe dat eruit gaat zien. Oké, nee jongens, je moet niet ingaan met een gloss, want dan is die rand helemaal opvallend. Zie je dat? Nou zie je helemaal dat ik heb overlijnd. Oké, dat was een slecht plan. Maar goed, ik ga het gewoon zo laten voor nu. Dit is dan gewoon hoe het is. Ik ga even snel een beetje fixing spray aanbrengen. Deze Ready Set Glow Fixing Spray van W7 in de kleur Rose Gold. En dan zijn we klaar. Dit waren alle hacks. Oké, mensen, dit was het dan. Dit waren alle TikTok make-up hacks vandaag. Ik heb er nog best wel gewoon een mooie look van kunnen maken. Niks is echt vreselijk gegaan. Wat vond ik van alle hacks? Ik vond ze eigenlijk allemaal best wel goed werken. Behalve de wimperkruller hack. De wimperkruller om als cut crease te gebruiken. Dat zou ik echt nooit meer doen. Voor de rest, de blush hack voor het gezicht. Dat je helemaal zo die lipstick overal aanbrengt. Was op zich best wel gewoon mooi. Zou ik het weer doen? Niet per se omdat het effect zo minimaal is. Ik zou doen wat ik daarna had gedaan. En dat is gewoon de lipstick een beetje op de make-up aanbrengen in plaats eronder. Maar op zich, ik heb mij nou vandaag niet gebronst. En ik zie er gewoon gebronst uit. Ik heb letterlijk geen bronzer aangebracht vandaag. Alleen maar dus wat ik dus had gedaan in die hack. Zo die contour en een beetje blush. En het lijkt gewoon alsof ik heb gebronst. Dus op zich is het eigenlijk best wel gewoon mooi. De neuscontour hack van Nikki was ook best wel goed. Had ik niet echt verwacht. Ik moest er eventjes wat langer naar kijken. En het iets langer bestuderen. Maar op zich, mijn neus lijkt gewoon gecontourd. Dus ook die hack vond ik prima. Deze groene wimpers, echt amazing. Als je bruin
bruine ogen hebt, is dat echt fantastisch. Zelfs als ze zo donkerbruin zijn als mijn, gewoon bijna zwart op de kant. En dan als laatste de lip hack. Ja, zou ik het doen? Nee, want ik vind het een beetje too much. Maar het doet wel wat het moet doen. Maar je moet echt geen gloss aanbrengen. Je moet het echt mat laten. Je lippen lijken oprecht voller. Dus misschien voor op een foto of zo is het heel mooi. Maar zo voor in het echt. Ja, ik vind het een beetje verschut als mensen kunnen zien dat ik helemaal zo extreem heb overlined. Want dan is het echt zo van, oh, je wilt dikkere lippen. Alleen die heb je niet, weet je wel. Dus nee, ik zou het niet meer doen. Maar het doet wel wat het moet doen. Je lippen, mijn lippen lijken echt super, super vol. Dus ja, ik vond het echt heel leuk om deze video te maken. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten van al deze ongein. En als je nog zo'n video wilt zien, laat me weten beneden in de reacties. Als jullie zeggen dat jullie nog zo'n video willen zien, dan maak ik met alle plezier een deel 2. Alleen dan moeten jullie het mij wel eventjes beneden laten weten. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!